Hallo iedereen, welkom terug bij deel 2 van de tutorials die bij de kerstboommuts horen. In het eerste deel heb ik uitgelegd hoe je de normale schubben doet voor de krokodilsteek. In dit deel gaan we de mindering doen. Ik ben tussendoor even wat meters aan het losmaken zodat mijn bol niet onder aan de wandel gaat. Voor dit patroon heb ik gebruikt, niet die, die is van iets nieuws, scheepjes Color Crafter in de kleur Utrecht, die deze donkergroen is, in de kleur Haarlem, die ik gebruik voor de donkerbruin, en Vraneker, welke ik gebruik voor de tutorial, omdat hij net even iets beter zichtbaar is en bomen natuurlijk in allerlei kleuren komen. Dit is de volwassene maat, waarvan ik de specifieke dingen niet ga melden. Ik heb in het vorige filmpje vermeld hoeveel centimeter er is. Ik ga niet vermelden hoeveel steken ik gebruikt heb. Dat kun je in het patroon vinden. De babyversie, die een stuk kleiner is. Er zit een mooie rek in. Dus scheepjes, Color Crafter en een, kom maar, je kunt het, ik geloof niet dat hij wil, daar, 4 mm raak. Ik heb een stekenmarkeerder klaar liggen. Wat we in dit rondje gaan doen is de opzet maken voor het minderen. Dit is het einde van mijn rij. Mijn lusje wat groter maken. Steekmarkeerders in mijn werk geven aan waar ik tijdens vorige rondjes geminderd heb. Aan deze met kun je zien dat ik relatief veel steken toch wel op dezelfde plek heb zitten. Dus als ik hem nu plat neerleg, kun je zien dat hij hier in een schuine lijn loopt en dat hij hier toch wel wat sneller inloopt. Als ik dus nu weer hier zou gaan minderen, zou ik al snel krijgen dat mijn muts dit gaat doen. En dat probeer ik toch wat te voorkomen. Nu is het wel zo dat als ik hem plat leg, zoals ik hem voor en achter heb, dan is dit toch een stuk minder. En dat is een van de redenen waarom ik dit niet uitgehaald heb. Dus wat ik ga doen is, als het af is, maak ik gewoon hier een labeltje dat dit de achterkant is. En dan valt het een heel stuk minder op. Wat nu wel mijn plan is, omdat hier dus al 4 zitten, wil ik hier minderen. Dus ik denk in deze. En om voor mezelf even een herinnering erin te stoppen van hey, hier moet je zijn, stop ik er even een marker in voordat ik begin. Wat ook belangrijk is, is dat ik 4 heb. 1, 2, 3, 4. Waar ik mee ga minderen. Dus ik moet vanaf hier kijken dat ik 4 boogjes heb waarin ik de volgende opbouw. Dus 1, 2, 3, 4. Je kunt denken van ik doe het lekker op het einde van mijn rij en ik begin hier. Dan kom je niet uit. Je hebt er echt 2 schubben nodig en 2 V-steken. Anders ga je niet uitkomen met de mindering. Dus wat we hier gaan doen. Ik ga eerst mijn lusje weer kleiner maken. Dat lijkt me een goed begin. En we beginnen net als de vorige ronde. Met 1 losse en 2 stokjes in dit V'tje. 1. 2. 2 lossen. En weer
twee stokjes in het oogje van de schub. Dat is twee lossen. Eén. Twee. Dit herhaal ik totdat ik een beide marker ben. Die in dit werkje al vrij vlot komt. Het is hoe meer steken je hebt. En ik leg in het patroon uit hoe je meerdert. Hoe hoger je muts zal worden. Omdat je maar één schub per rij mindert. Omdat die anders te snel schuin gaat lopen. Dus maar met de kleinere mutsjes is het een mooi klein werkje. Mijn steekmarkeerder zit hier. Deze haal ik eruit. Ik heb twee lossen gemaakt na mijn V'tje. En ik doe één stokje in deze V. Vervolgens doe ik ook één stokje in het oogje van de schub die erachter zit. Geen lossen ertussen, is niet noodzakelijk. Dit is je mindering. Het ziet er zo uit. Vervolgens doen we twee lossen. En weer één stokje in het volgende V'tje. Geen lossen. En in het oogje van de volgende schub doen we ook één stokje. Twee lossen. En vervolgens schakelen we terug naar het normale patroon. Dus twee stokjes. In de volgende V. Twee lossen. Nou, ben je bang dat je de mindering gaat missen? Stop dan even je steekmarkeerder in de eerste, het eerste stokje of in de eerste boog die hier zit voor de mindering. Ik ben hier niet zo bang voor, want het is wel iets dat opvalt. Ik eindig de ronde met twee lossen en een halve vaste. Wat we vervolgens gaan doen is het normale patroon volgen, wat ik uitgelegd heb in het eerste filmpje, voor de schubben. Helemaal tot het punt dat we de mindering bereiken. Heb je hier een slipstitch gedaan? Kom dan even terug naar het filmpje. Ik zet hem hier even op pauze. Ik ga ook werken totdat ik deze slipstitch gedaan heb. En dan zal ik uitleggen hoe we de mindering gaan doen. Dan kun je hier naar kijken en denken, nou Bianca, ik zie dit wel. Er zit een kleine wijziging in, dus kijk even met mij mee. Als we zover zijn, dan weet je in ieder geval zeker dat het goed gaat. Tot zo! En we zijn terug. Ik heb net de halve vaste gedaan in het V'tje, vlak voordat ik met de mindering ben begonnen. Dus wat we nu gaan doen is in principe hetzelfde. We gaan een stokje doen. Om dit stokje heen. En dat herhalen we 4 keer. Dus in totaal 5 stokjes om dit stokje heen. Hm.
Zo, dat is 5. Wat we nu gaan doen, normaal gesproken zouden we een losse doen. Deze slaan we over. Dit omdat je al een grotere ruimte gaat overbruggen. Dus het oogje van deze schub zal ook wat groter zijn. Wat we gaan doen is we overbruggen de hele ruimte die ertussen zit. Dit hele stuk. Je mag wel even. Dank u. Dit hele stuk gaan we overslaan. En we gaan weer 5 stokjes doen om dit stokje. Dat is 1. Twee. Oeps. Beetje verder van mijn camera af. Drie. Vier. En 5. Draai ik het werk weer terug. En hier kun je dus zien dat het oogje toch wel groter is. Dat is een van de redenen waarom ik ze dus ook markeer. Zodat ik precies weet waar ik later de decoratie in moet maken. En de decoratie leg ik ook uit in het patroon. Deze is op maat gemaakt voor de gaten die in die schubben zitten waar geminderd wordt. Vervolgens doen we een, nadat we de 5 stokjes hebben gedaan, een halve vaste tussen de 2 volgende stokjes. En dat ziet er zo uit. Ik zal even de volgende schub gaan doen. Dit is namelijk degene die het nog iets verder aantrekt. En dan kan ik het net iets beter laten zien. En 5. Hier weer een halve vaste. Dat is ook het einde van mijn rij. Een beetje ruimte creëren. Dat ziet er zo uit. Dit is dus bijna af. Ik heb hier nog 1, 2, 3, 4. Dus ik moet hierna nog 4 rijen doen. En dan is deze muts compleet qua vorm af. En hoef ik hem alleen nog te decoreren, draadjes weg te werken. Ja, hij is dus iets groter. Deze heeft hem iets verder naar binnen getrokken al. Wat er gaat gebeuren is tijdens de volgende rij ga je de opbouw doen zoals je deze normaal zou doen. Dus hier komt een V in. Hierheen, daarin, daarin. En dan kom je bij de mindering. In het oogje doe je net als normaal gewoon een V. En vervolgens doe je tussen deze 2 stokjes ook een V-steek. Dus in principe ga je gewoon verder zoals je normaal zou doen. Het is alleen dus belangrijk dat je deze, dat is wel makkelijk te doen, niet overslaat
in de volgende ronde. Dat zal het dus. De volgende ronde zal hem nog iets verder weer naar elkaar toe gaan trekken. En dat maakt het dat hij iets minder op gaat vallen in het geheel. Dus dat was hem voor mij dan. Ik wens jullie heel veel plezier met het patroon. Mocht je ergens tegenaan lopen, voel je vrij om contact met mij op te nemen. Dat kan via Ravelry. Dat mag ook via YouTube, even in de comments. Ik zal altijd proberen om zo snel mogelijk even contact terug op te nemen. Verder heel veel plezier met het patroon. En misschien tot snel.